Hallo kijkers van Dynamo Games. We hebben weer een nieuwe serie afleveringen voor jullie. We hebben voetbalweetjes met de top 5 capaciteiten van de stadions. Twee teams van de week. Eén vanuit Eredivisie, één vanuit de wereld. En 5 andere weetjes. We gaan beginnen met de 5 andere weetjes. We beginnen met weetje 1. De oudste voetbalclub van Nederland is Sparta. Rotterdam. Die club komt uit het jaar 1888. En dan gaan we nou weetje 2. Wist je dat twee teams in de Eredivisie kunstgras hebben? Dat zijn PEC Zwolle en Heracles. Ja! Feitje 3! De Allianz Arena in 2005 is gebouwd. De finale van de Champions League in 2012 werd gehouden. Waar Chelsea met penalties won van Bayern München. Ja, dat was namelijk de tweede wedstrijd dat een thuisclub in het eigen stadion speelde met een finale. Ja. De finale van de Champions League in 2013 was gehouden op Wembley. Dat is een heel goed stadion in Engeland met ongeveer 90.000 plaatsen. Weetje 5. Het laatste weetje. De finale van de Europa League in 2013 wordt gehouden in onze eigen Amsterdam Arena. Daar vechten de clubs tussen de Europa League en of ze naar die Europese beker winnen. Oké, we gaan naar het top 5 stadions. En dan komen we zo bij u terug met foto's dit keer. En dan zijn we met de top 5 stadions. Met de meeste capaciteit. Oké, op 5 staat het Azadi Stadion in Iran. Waar 100.000 mensen in kunnen. Best veel. Op plaats 4 staat het Bukit Jalil National Stadion in Maleisië. Waar ook 100.000 mensen in kunnen. Best mooi. Oké, nu de top 3 met plaatjes. Dit is nummer 3. Het is het Estadio Azteca Stadion in Mexico waar 105.000 mensen in kunnen. Best veel. Ja, nogal. Dit is het op één na grootste stadion. Dit is het Salt Lake Stadion in India, derde wereldland, waar 120.000 mensen in kunnen. Dat is nog meer. En nu de klapper. Dit is het grootste stadion van de wereld. Ja, genaamd het Rungrado Maidei Stadion in Noord-Korea waar 150.000 mensen in kunnen. Het wordt daardoor niet alleen gebruikt voor het nationale team, maar het wordt ook gebruikt om grote militaire repetities voor te bereiden en om te oefenen voor een oorlog. Vanwege die vele plaatsen. Ja, nu komt dadelijk het team van de week. En daar zijn we met het team van de week in de Eredivisie. We beginnen bij de doelman. Dat is Kenneth Vermeer van Ajax. Iedereen kent hem. We gaan naar de verdediging. Links in de verdediging hebben we Van Aanholt van Vitesse. Links in het midden hebben we Bruno Martins Indy van Feyenoord. En op rechts in het midden hebben we Virgil van Dijk van Groningen. En op rechts buiten staat Leiwa Cabessi van VVV Venlo. En dan gaan we naar het middenveld. Mid-mid staat Mark van Bommel van PSV. Op links staat Adam Maher van AZ. Op rechts staat Danny Holla van ADO. En dan gaan we naar de aanval. Dan gaan we naar links voor staat Jean-Paul Boetius van Feyenoord. In de spits Graziano Pelle van Feyenoord en Isaac Cuenca van Ajax, net overgekomen van Barcelona, op rechts. Oké, en dan gaan we, hier zitten we nog een keer. Een beetje slecht, maar dat moet niet. En dan gaan we naar het team van hele wereld. En hier zijn we met het top team van de week, van de wereld. En we beginnen natuurlijk weer bij de doelman. Dat is David De Gea van Manchester United. Dan gaan we naar de linkerverdediger. Dat is Alaba van Bayern München. Dan gaan we naar linksmidden. Dat is John Terry van Chelsea.
Dan gaan we naar de rechter middenverdediger. Dat is Rio Ferdinand van Manchester United. En dan gaan we naar rechts. Dat is Sergio Ramos van Real Madrid. Dan gaan we naar het middenveld. Op links staat Cristiano Ronaldo van Real Madrid. In het, op mid-mid staat Xavi van Barcelona. Links, rechts bedoel ik, staat Andrea Pirlo van Juventus. Dan gaan we naar de linker aanvaller. Dat is, ja, jullie kennen hem denk ik wel. Neymar Junior van Santos. Een hele goede voetballer. Real Madrid en Barcelona vechten om hem. Dan hebben we op rechts onze eigen Arjen Robben van Bayern München. En dan komen we bij de topper. Lionel Messi van Barcelona in de spits. Dit was een nieuwe serie afleveringen. Hebben jullie suggesties voor een nieuw team van de week? Een beter dan natuurlijk. Stuur ze door. Vonden jullie dit leuk? Geef een like. En we zien jullie de volgende keer weer. Doei! Doei!